De overheid sprak mensen met schulden minder hard aan tijdens de coronacrisis. Wie financieel is getroffen kan een uitstel van betaling krijgen. Waar dus ook grote zorgen zijn over de IC's die straks misschien wel echt vastlopen. En er dan gekozen moet worden wie wel en wie niet. De coronapandemie kan Nederland jaren ontwrichten. Mogelijk moeten we één of meerdere jaren aan een bepaalde mate van social distancing. Goedemiddag, dit is de 12e podcast Ondernemen in tijden van corona. We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Dat klinkt af en toe een beetje raar. En gisteren had ik Bart de Vries aan de lijn. Hij is directeur van JCDCO. Dat is het bedrijf wat de tramhokjes exploiteert, maar ook het stadsmeubilair verzorgt. De trams van mooie reclame voorziet. En ja, ook een gigantisch bedrijf. Een omzet wereldwijd van ongeveer 3,9 miljard. Zit in 85 landen. Ja, die worden ook keihard geraakt. Het verbaasde mij wel een heel klein beetje. Een bedrijf, JCDCO, doet een omzet van ongeveer 60 miljoen per jaar in Nederland. Deel dat door 12, dan weet je ongeveer wat ze per maand doen. En ja, ze pakt toch over een terugval van ruim 80%. Dus bizar dat een bedrijf als Unilever, wat het toch heel goed doet op het moment, supermarkten draaien, topomzetten, ja, geen campagnes doet. Hij vergeleek het een beetje dat als je in de reclame zit, lijkt het alsof je een drugsdealer bent. En dat is natuurlijk raar, want het is niet zo dat je in deze periodes natuurlijk niet meer gewoon je producten mag promoten. En zeker als je ook ziet hoe bedrijven als JCDCO, maar ook Ocean Outdoor zich ook inzetten voor alle mogelijke brancheorganisaties om hun boodschap onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Vind ik het best wel verrassend dat de grote merken zo massaal zich terugtrekken in de reclame. Hij noemde zichzelf hoofdannuleringen in plaats van hoofdsales. Nou, laten we hopen dat toch weer ook die beweging, hè, dus de reclamebeweging, weer een beetje op gang komt. En daarvoor ga ik bellen nu met René Boender. Dat is wel een fenomeen. Hij noemt zichzelf brain agent, trendteller, auteur. Hij heeft hele gave boeken geschreven van Great to Cool, Cool is Hot. En nu de laatste tijd boeken over generatie Z. En wat zijn zijn boeken? Ja, ik noem het altijd snackjes. Geen lange verhalen, kort, krachtig. Verhalen die inspireren. Het is een oud reclameman en inmiddels ja, adviseur van allerlei top CEO's in de wereld. Ik weet dat hij heel close was met de Apples, met Steve Jobs, als persoon ook. Maar nu ook bijvoorbeeld met Jeff Bezos van Amazon. Nou, toch wel uniek dat hij zo dicht bij dit soort grootheden kan komen. Ja, en ook adviseur bij HEMA, bij de ING, bij allerlei grote bedrijven. En ja, ik wil graag van hem weten wat zijn kijk is op de wereld en wat er gaat gebeuren. René Boender. Ja, René, met Yves. Goedemorgen. Hey. Hoe is het met jou? Ja, nou ja, het is watertrappelen op volle zee met de kust op 2 maanden zwemmen. Zo'n mooie metafoor had ik van jou wel verwacht. Ja, want de vorige keer toen, jij zat in Amerika, toch? Maar wat gebeurde er allemaal met jou? Ik was in de US. Ja. En ik kwam daar aan op 8 maart. En ik moest naar de technische rehearsal van een heel groot congres in Orlando. En daar was ik braaf op tijd en alles gedaan. Er waren 84.000 mensen die de volgende dag dat zouden gaan bezoeken. En de volgende ochtend om 7 uur krijg ik een appje dat het congres was gecanceld. En dat iedereen naar huis kon. En van de een op de andere dag werd alles leeggeveegd en sloot alles. En veranderde een blooming stad in een oorlogsgebied. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik dacht, wat krijgen we nou? Ja, ik heb natuurlijk niet in een paasei gezeten. En ik had wel gezien wat er allemaal in China gebeurde. En ik was ook al in Barcelona, daar was ook het mobiliteitscongres geannuleerd, waar ik 3 boekingen had. Dus ik wist wel dat er wat aan de hand was. Maar dit was wel echt spot on en in het oog van de storm. Dus ik...
ik dacht, wat krijgen we nu? Dus ik moest later door naar een andere vergadering in Chicago. Ik denk, ik ga voor de zekerheid bellen of het al doorgaat. Ja, ja, gaat helemaal door. Geen punt. Ik ga er naartoe. Wordt ook gecanceld. En zo bleef het maar achtervolgen. En toen dacht ik, nou jongens, ik moet als de wiedeweerga uit Amerika weg zien te komen. Maar ja, probeer dan maar eens weg te komen als er op een vlucht 300 mensen erin kunnen. En er zijn ongeveer 30.000 mensen die een stoeltje willen boeken. Dat valt niet mee. Mm. En toen, hoe heb je dat gedaan uiteindelijk? Nou ja, toen heb ik eigenlijk 4 keer heb ik een ticket geboekt. En dat werd steeds weer geannuleerd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, 1, 2, 3 in godsnaam. Ik ken een paar mensen van de KLM in de top persoonlijk. Ik denk, ik ga een appje sturen. En toen kreeg ik, ja, René, we kunnen er eigenlijk helemaal niks aan doen. Het is gewoon aansluiten in de rij. Maar door het toeval, zoals je weet, bestaat dat niet. Kreeg ik wel 15 minuten later een stoeltje. En kon ik vanaf Atlanta terugvliegen naar Nederland. Maar ik moest wel in Atlanta zien te komen. Dat viel ook niet mee. En Atlanta is een van de drukste luchthavens ter wereld. En volgens mij waren er nog maar 10 mensen of zo op het airport. Nou, er waren er 7, geloof ik. Ik zou je een fotootje sturen. En ik dacht, nou, wat maken we nou mee allemaal? Ja, en de mensen die werden heel apathisch. En ook, als klein grapje. Normaal, als je 3 keer niest, dan zeg je morgen mooi weer. Dat wordt het ook daadwerkelijk in Nederland. Op de airport in Atlanta moest je rennen voor je leven. Als je 3 keer had geniest, dan kwamen ze achter je aan. En dan ben je in quarantaine gezet. Jezus, echt? Was het zo vreed daar? Wow. Ja, nou, en wat... Je zou maar hardcourts hebben, zeg jij. Ja, nou ja, dan ben je een mooie klos, zeker in dit jaargetij. Maar wat ik je ook vertelde, wat ook zo eng was... Ik was in Naples, in Florida. Hmm. En want ik kon toch nergens naartoe. Ik denk, nou, dan maar op een van de prettigste plekjes gaan zitten... totdat je een vlucht terug hebt. En wie schetst mijn verbazing? Ik reed langs een wapenhandel, Yves. Een wapenhandel. Daar stonden ze in de rij... Ze stonden allemaal munitie in te laden. Ze denken echt dat het oorlog wordt voor eten. Ja. En er was ook, net als in Nederland... daar heb ik toevallig net met een psycholoog over gesproken... Er was geen toiletrol meer te krijgen. Okay, wat wij nou allemaal met die toiletrollen moeten, dat mag Joost weten. Dat is mij ook een raadsel. Ja, dat is echt gewoon... Ja, want volgens mij islamieten doen het gewoon met water. Misschien is dat ook gewoon een nieuwe manier. Ja, waarom niet? Ik heb geen idee. Ik heb wel gisteravond even geprobeerd een receptje te maken met een toiletrol, maar dat is niet om te eten. Nee, dat vult ook niet. Nee, maar wat jij zegt is wel. Want ik sprak van de week Rochelle Petom. Zij is van Rob Petom Kappers. En zij hebben bijvoorbeeld ook een zaak in New York. Ja. Zij zei dat ook. Die massale inkoop van wapens. En zij zei dat in New York zag ze al bepaalde gebieden. Een beetje gangs ontstaan weer. Weet je, alsof we weer. Naar de tijden gaan van de 60's of net na de oorlog, dat er een hele andere spelregels komen. Nou, kijk. Maar het is eigenlijk best wel beangstigend. Het is heel erg beangstigend. En dat zie je nu ook daadwerkelijk gebeuren. En er is een grondrecht om je eigen property te mogen verdedigen. Ja. En dan je handeltje. Nou, je weet dat die hele kleine winkeltjes in Amerika. En dan heb ik het niet over de Walmarts en over de Costco's en dergelijke. Maar die kleine winkeltjes, weet je, die je in de straten van New York ziet... die zijn meestal van Aziaten. Ja. En als er mensen geen eten meer hebben, dan worden ze gewoon geplunderd. En dat hebben ze wel eens een keer eerder gehad. En, en die mensen zijn zich aan het voorbereiden. Dus ik hou me hard vast. Niet alleen op basis van wat er momenteel gebeurt. Want het dodenaantal in Amerika... Dat gaat door het dak heen. En een vriend van mij die woont in New York. En die zei, nee, hij zegt, je gelooft niet wat we momenteel hier zien. Het is ongelooflijk. Het hek gaat hier daadwerkelijk van de dam. Gelukkig hebben ze daar wel een goede leider zitten. Die governor, die daar echt voor opstaat. En ook zijn snavel door de Cuomo, toch? Ja. Ja. Als die een beetje doorzet, dan wordt hij de nieuwe president van Amerika. Ja, ja. Hij zou zich kandidaat moeten stellen, want het is wel een mannetje die zegt wat hij doet. Ja, ja. Want, en de Blasio, want dat is de burgemeester daar. Wat, ja, die heeft ook, die staat ook zijn mannetje. En het mooiste van alles is, komt ook uit Queens. Hè, en die staat ook, zeg maar, voor de gewone man. En dat wordt wel heel erg geapprecieerd. Maar de superrijken, die houden momenteel toch hun snavel. Want die denken, ja, wij kunnen er ook helemaal niks aan doen. En... Dus laten we ons maar een beetje in de luwte te houden. Dat is wat ze momenteel doen. Ja, ja. Hey, maar het is een rare wereld, kan ik je zeggen. Voor mij startte het al
zeg maar met die annuleringen die ik had in Barcelona en later in Milaan in Rome, wat ik overigens niet erg vond, wat ik zelfs de dood zijn geweest. En toen in Amerika, maar ook bijvoorbeeld het aantal aanvragen wat je krijgt voor de tak van sport die ik doe, dat is normaal 25 per week aanvragen. En op jaarbasis zijn er, en dan met pieken, zijn het er ongeveer een 600-700. En vanaf maart nul. Gewoon nul. En alles is geannuleerd. Echt alles is geannuleerd. Nou, je weet dat ik de Formule 1 doe met, voor Red Bull, geannuleerd. Heineken met 007, geannuleerd. Het grootste congres ter wereld voor McDonald's in Orlando, geannuleerd. Dus iedereen die denkt, en daar ga ik ook maar van uit, dat de wereld zit op slot tot 30 september. Ja, ja. En daar gaan 30, we maar met zo. Ja, zo lang denk jij? Zo lang denk ik echt, ja. En denk ook eens, ik weet dat jij een groot golfliefhebber bent. Maar in Amerika gaan de golfbanen nu ook dicht. Die worden leeggeveegd. Nee, in Nederland op dit ook. Moment, as we talk, hier in Nederland zijn ze al dicht. Ja. Maar dat betekent ook dat alle grote toernooien eruit liggen. Alles. Denk dus je dat het eigenlijk ook consequenties gaat hebben voor de KLM Open? Want jij bent daar goed geïnformeerd bij die mensen. Heel eerlijk. Ja, natuurlijk krijgt dat consequenties voor de KLM Open. Want één, als de Tour eruit ligt, komen er ook geen spelers meer. En de Amerikaanse spelers, die durven sowieso niet te reizen op dit moment. Mm. En met de reisverboden die we nu door de hele wereld hebben, denk ik gewoon dat het op slot gaat. Dus jij denkt gewoon dat de KLM Open dit jaar niet doorgaat? Want dat is pas in september, hè? Volgens mij 18 september. Ja, ik geloof 15, 16, 17 september. Klopt. Nee, nou ja, ik heb geen glazen bol en ik kan niet, niet verder kijken dan wat onze minister-president, die het overigens heel erg goed doet als crisismanager op dit moment. Ik kan ook niet verder kijken. Maar als jij en de sponsorgelden niet krijgt en er zijn geen spelers, heb je ook geen toernooi. Nee, en KLM is de hoofdsponsor. Een beetje raar ook zelfs. Voor KLM, weet niet wat zij er per jaar in moeten investeren, maar Harm Kreulen is daar de baas. Ja, en ik gun hem van wel. Harte dat hij die centjes goed kan gebruiken om de KLM, want laten we heel eerlijk zijn, de KLM is natuurlijk technisch failliet. Moet wel weer de lucht ingebracht worden. En daar heb je elke euro voor nodig. Maar dat geldt ook voor de kapper op de straat en de fysiotherapeut. En voor de nagelstudio. En stel je voor dat je een beurs zou moeten organiseren in december. En je noemt het de Royal Edition. Ja. Ja, daar moeten je moet overal rekening mee houden. Ja, en over nadenken. We denken er iedere dag over. Hey, René, nog terug naar Amerika. Want jij bent vaak in Amerika. Jij was ook adviseur van Steve Jobs. Als ik het goed heb begrepen. Het is dan voor mijn rekening deze uitspraak. Je hoeft het ook niet te bevestigen. Ja, dat is alweer 9 jaar geleden dat ik hem voor het laatst sprak. En helaas. Okay. Maar wel bijzonder. Laten we dat even wel stellen. Maar je hebt ook contact met Jeff heel Bezos. Ik heb van Amazon. Ja. Ben je daar nog? Je valt even weg. Ja, nou kijk. Ik ben er. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Toevallig zat ik in een meeting in de US met Amazon en Jeff. En die verloren op die dag geloof ik 34 miljard. En die zegt, joh, het is allemaal maar papier geld. Ik heb het nog nooit in mijn handen gehad en dergelijke. Maar wat er nu gebeurt is dat de tering naar de nering wordt gezet. En er wordt een nieuw bedrijfselan dat wordt geschapen. En zoals we toen in die meeting ook zeiden, it is a terrible thing to see and have no vision. Dus je kan wel hopen dat het weer wordt zoals het altijd was. Maar dat wordt het niet. Nee. Het wordt gewoon een hele andere wereld. En de reset button is ingedrukt. Ja, nee, maar daar, dus daar wil ik zo op komen. Want dat sluit ook aan op jouw generatie Z-boek. Hè? Dat is ook een soort reset button boek. Om het zomaar bijna voorspellend zou ik willen zeggen. Maar even nog terug naar Jeff Bezos. Want wat ik niet begrijp, hij zou deze maand of deze periode in Nederland zouden ze gaan beginnen. Mm-hmm. Dat is gewoon gecanceld. Terwijl zij zijn een grote online speler. Dat ik denk van, dat had misschien juist een kans geweest. Wat is de reden waarom ze dat hebben uitgesteld? Er zijn altijd kansen in de wereld. Alleen je moet je afvragen of het moreel verantwoord is om in een tijd als deze sommige branches het laatste duwtje te geven en ze af te maken. Ja, op zo'n manier. En de moreel verantwoord ondernemen, noem ik dat. Dus niet maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar moreel verantwoord ondernemen. Dat bij echte leiders voert dat de boventoon. Maar dan zeg jij dat zij het gewoon als een done deal vinden. Als zij in Nederland komen en zeggen, ja, wat er ook gebeurt, we blazen iedereen weg. Nou, niet iedereen. Zoveel zelfvertrouwen bij Amazon, daar lijkt het wel op.
Niet iedereen blazen ze weg. Maar het is zoals een met Igor Beuker zeg ik dat ook heel vaag. Het is go big, go niche or go home. En er is namelijk geen middenweg weer. En de platformgedachte met big... Ja, natuurlijk, daar hoef je geen rechtsgeleerde voor te zijn. Die is bij Amazon zo goed uitgewerkt en zo klaar. Dus dat platform, dat werkt. Dat zelfs bedrijven in Nederland als Bol, maar ook als Coolblue en dergelijke, er last van zullen krijgen, dat weten we zeker. Maar hoe zij met de toekomst omgaan en hoe zij erop inspelen, dat is aan die spelers zelf. Want er is ruimte genoeg voor iedereen in deze markt. Want het aantal, tenminste, daar ga ik nog steeds vanuit dat de wereldbevolking, ondanks wat we nu meemaken, nog steeds blijft groeien. Dus er blijft altijd consumisme, dat consumenten producten nodig hebben, dat blijft bestaan. Dus er blijft altijd groei. Het is nu eventjes wat minder, maar die komt altijd weer terug. Ja, nee, oké, dat begrijp ik. Even, ik wil even Amerika nog even afsluiten. Ik heb het genoteerd hoor. Go big, go niche or go home. Vind ik een goede. Zo is het. Ja, dat is helemaal goed. Hey, en dan even nog Amerika, omdat jij daar zo vaak bent. Dat wordt waarschijnlijk het land dat het hardst getroffen gaat worden met al die diabetici. Ik bedoel, volgens mij zijn zij de koplopers qua diabetes. Ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel pensionado's in Florida, California. Ja. Dat, ik vrees een slagveld daar. Wat is de gevoelstemperatuur? Het wordt een slagveld. En er wordt nu al gezegd dat er tussen de 100 en de 200.000 doden gaan vallen. Maar er zitten wel, eventjes uit mijn hoofd, iets van de 350 miljoen mensen. Hè? Dus dat is, als je dat weer uitrekent. Nee, dat is eigenlijk allemaal relatief. Krijgt ieder land krijgt hetzelfde percentage om zijn oren. Want denk er maar eens heel eventjes over na wat er zal gaan gebeuren als het bijvoorbeeld in Afrika aankomt, in die sloppenwijken. Ja, of India. Of denk er eens over naar in India of in Bangladesh. Ja. Wat er dan allemaal gaat gebeuren. Ja. Weet je wel, een virus kent geen grenzen. En een virus kent ook geen mercy. Hè? En dat is ook wel weer fijn. Het maakt geen zakken uit voor dat virus wie je bent of wat je doet. Ze pakken je gewoon als jij je niet aan de spelregels hebt gehouden. Van de hygiëne op dit moment. Ja, nee, dat begrijp ik. Oké. Ja, spannend. Ik kan niet anders zeggen. En wat verwacht jij als je kijkt naar Trump in de race straks naar de verkiezingen? Nou, hoe zie jij dat? Dit wordt natuurlijk een vreselijke setback voor hem. Want ik zat er toen die persconferentie er was. En toen ging hij ook vertellen van wat hij wilde doen. En toen een paar dagen later zei hij, nou 12 april gaan we weer open, want de economie moet draaien. Ja, heeft hij en dergelijke. Goed, dus hij wordt ongeloofwaardig door het gedrag wat hij toont. Maar ik was er. En wat ik zo frappant vind, is dat een heleboel mensen, nog steeds 46-47%, achter hem staat met het beleid wat hij momenteel voert. En dat ze hem ook in hem geloven. Want hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. En dat is bij poldermodellen een stuk minder. Ja, maar wat natuurlijk wel een interessante vraag is, en die ga ik jou vooral stellen. Welke president dan in de wereld is zeg maar het ideale etiket hoe je de coronacrisis bestrijdt? Wie is dan de man of de vrouw die het helemaal perfect doet in de wereld? Ik geloof dat perfectie in het geval niet gaat. Omdat je niet weet waar het naartoe gaat. Wacht even, René, ging even... Hoi? Was je aan het lopen of niet? Ik geloof niet dat... Nee, ik zit gewoon op dezelfde plek. Oh, oké. Ja, nog een keer. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Ja? Oké. Ik geloof dat perfectie niet bestaat, maar dat je zeg maar moet staan voor je beleid waar je voor wil gaan. En dat je dat doet op basis van de wetenschappelijke inzichten die je nu hebt. En ik zeg ook altijd, je kan het maar beter ongeveer goed. Ja, maar wie vind jij... Je kan het beter ongeveer goed hebben dan falikant fout. Nee, dat klopt. Maar wie springt er dan uit dat je zegt van ja, dat land of die president? Nou, laat ik lekker eventjes chauvinistisch zijn. Ik vind dat Mark Rutte het in Nederland erg goed doet. Ja. Dat hij de juiste toon heeft, dat hij opstaat als een staatsman. En je ziet ook dat zijn populariteit daardoor stijgt. En ik vind dat heel erg goed. Twee, als ik dan kijk naar de nieuwe generatie die momenteel... dan zie ik de nieuwe vrouwelijke president in Finland. Vind ik het erg goed doen. En ik vind het de minister-president van Canada erg goed doen. Trudeau. En je ziet dat zij
een open kanaal hebben met iedereen en dat ze ook daadwerkelijk de mensen meenemen in hun beslissingsproces. Mm. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat noem ik altijd de ROI en dat is de Return on Involvement. Ze zijn geïnvolveerd met iedereen die het aangaat. Ze vertellen waarom ze het doen en ze vertellen ook waarom dan dat wel een probleem kan worden en dat niet. Dus communicatie is de sleutel naar sterk leiderschap op dit moment. Ja, oké. Okay. En dan maak ik even een bruggetje naar al jouw leuke... Weet je trouwens, ook je een leuke grapje vertellen? Heb ik je nog nooit. Het eerste boekje van jou, dat las ik in bad. Ik zat, ja, omdat het zijn relatief handzame boeken. En dat is, ik weet niet hoe lang geleden het is, maar dat was Great to Cool. Ja. En dat noemde jij volgens mij, als ik me goed kan herinneren, Brain Candies. Ja. En ja, ik denk, wat een heerlijk boekje is dit. Met zoveel leuke, grappige En je had het gekregen verwijzen. Van je vrouw. Dat weet ik nog. Klopt. Je had het gekocht, omdat jij toen in een lastigere periode zat. En dat was zeg maar het DNA. En we zouden nog steeds een keer een boek schrijven, weet je nog? Ja, The Bounce Back of Kairat. Ja, die ligt klaar hoor. Alleen, die ligt zeker klaar. Hey, en dus dat zijn de boeken die ik dan ken. Great to Cool. En je bent... Nu, je hebt ook gesproken bij Masters of Luxury. Je bent nu zeg maar de generatie Z. Kan jij in Jip en Janneke taal uitleggen wat jij bedoelt met generatie Z? Nou, generatie Z, dat is de generatie die geboren is na 95 tot 2012. Dat is door de World Economic Forum is dat zo een beetje bepaald. En dat hebben we maar overgenomen. Dat is de generatie die geboren is in de wetenschap dat internet er is. En dat het ook... een onderdeel is van hun leven. Dus het zit ingebakken in het DNA. Ze weten dus geen tijdperk van voor internet. Ze kennen het alleen maar als een onderdeel daarvan. En die generatie, die is opgevoed door generatie X. En dat was een generatie die ook al een keer een paar klappen op de kiezen had gekregen met betrekking tot economische setbacks. Dus dat is de generatie die zeg maar heel erg open staat voor wat er nu aan de hand is. En daardoor ook een veel betere leiderschapcurve gaat opleveren in de nabije toekomst. En die generatie Z, wat ik van terug heb gelezen in de interviews die je hebt gegeven, lichtte bijvoorbeeld die Greta Thunberg eruit, hè, uit Zweden, die klimaatactiviste, vrij jong. En jij zegt, verbaas je er niet over als zij rond 2025 de basis van Zweden. Hè, dus een jong meisje die gaat een land leiden. Ja, dat ook. Maar ook als je eventjes kijkt naar Billie Eilish van 007. Niemand had dat voor ooit gedacht dat zij nog een keer een song zou zingen voor een instituut als de 007. De nieuwe 007 film die eigenlijk 25 april zou uitkomen. Of 2 april. En nu pas in november. Maar dat zie je ook. En ze is wel iets ouder met de nieuwe premier in Finland. Je ziet dat de nieuwe generatie... zoveel flexkracht in zichzelf heeft om zich bijna dagelijks opnieuw uit te vinden aan de hand van de nieuwe spelregels. En dat komt omdat zij zo zijn opgevoed door die generatie ouders. Dus hou daar rekening mee. En als je geslagen wordt in je gezicht, je bent wel eens harder geslagen, dus dan valt het altijd weer mee. Ja. Dus die gaan er dus ook anders mee om. En bovendien, weet je, dat is zo belangrijk. Ze hebben waanzinnig veel intuïtie. En intuïtie is verstand met haast. Ja. Want als jij, in een jungle loopt en je komt een leeuw tegen, ga je er ook niet mee discussiëren. Dan ga je rennen. Nou, dat doen zij dus ook. Ja, mooi. Ze gaan dus intuïtief om met de toekomst. En wat ik grappig vind, in dat boek heb jij het over een nieuwe wereld. En die draait op drie pijlers. Dus de purpose mission, de economic mission en de social mission. Ja. En wat jij zegt, dat awareness principe, dat is echt essentieel om als merk te overleven. Juist. Eigenlijk sluit dat enorm aan wat er nu aan de hand is. Bijna voorspellende graven, zou ik zeggen. Nee. Kijk, het is nu dat het komt door een virus. Want ik zat in 2015, zat ik ooit een keer in een presentatie waar Bill Gates moest presenteren. Mm. En die vertelde dat dan de wereld die zou worden aangevallen door een virus in plaats van atoombom. Wellicht heb je dat filmpje ook pas nog gezien voorbij zien komen. Nou, toen dacht ik, kom op, hé, dat is allemaal. Maar 4 jaar geleden werd het al verteld. Alleen
waar wij toen achter kwamen tijdens het onderzoek, is dat de nieuwe generatie zei van jongens, luister, die aarde, die World Earth Day, dus dat we meer opeten van de aarde dan de aarde kan geven, die komt elk jaar eerder in het jaar al naar ons toe. Dus we moeten ons gedrag gaan aanpassen. En wat jullie hebben gedaan, en dan kijken ze naar de andere generaties, dat houden we nooit vol. Vandaar dat ik ervoor kies om een ander leven te gaan leiden. En dat betekent dat ik een economische missie heb. Dus ik ga 3 dagen werken om zeg maar mijn basisinkomen veilig te stellen. Ik ga 1 dag voor mijn social mission werken. En dan ga ik voor opa en oma zorgen. Of ik ga samen met jou bij het Gelderlandplein, als we toch morgen een trui gaan kopen, gaan we lekker even schoffelen. Want dan is het wel zo'n mooi schoon. Ik ga het doen. Nee, jij ook. Hè? Je bent erbij. Ja, ik ga. Oké, mooi. En je hebt de purpose mission. En de purpose is van, wat is nou het grotere, hoge doel wat ik wil bereiken in mijn leven? Want op het moment dat je doodgaat, dan gaat het helemaal niet over jouw bankrekening, maar dan gaat het aan de aaneenschakeling van alle mooie momenten die jij in je leven hebt gehad. Ja. Dus zij willen een nieuw systeem, en dat hebben we genoemd conscious capitalism. En dat wordt opnieuw uitgevonden. Nou, in het boek hebben we gezegd dat dat in 2025, 2028 zou plaatsvinden. Het gaat nu alleen eventjes wat sneller. Want nu kan iedereen opnieuw eventjes kijken naar hoe ze het willen doen. En ik zeg ook wel eens, als ik onsteeds sta, van joh, als je nou vandaag opnieuw zou mogen beginnen, dat stemmetje in je hoofd, wat zegt het dan? Dan zeg je, nou, dit, dat ga ik allemaal doen. Ik zeg, en wat zou je laten? Nou, dit en dit. Oké. Wie zou jij als klanten houden? Dan zeg je, nou, die en die. Ik zeg, welke zou je direct uitlazeren? Nou, die en die. Maar waarom doe je het dan niet? Nou, nu gebeurt het met de strakke hand, door een virus. Dus nu kan je ook opnieuw jezelf uitvinden en ervoor zorgen dat het leven weer een stukje leuker gaat worden dan wat het is, dan wat het op dit moment is. Maar stel je wel voor, en dat is gewoon reëel, dat het nooit meer wordt zoals het was. Dus nee, maar de vraag is of dat erg is. Want jij zegt ook, de nieuwe factor geluk is tijd. Hè? Ja. Ja. Dat zie je nu ook. Hè? Dus er zijn heel veel negatieve kanten aan wat er allemaal aan de hand is. Maar ja, aan de andere kant, je ziet, voor het eerst zie ik werken in tijden, vaders met moeders. Ik ga wel regelmatig het bos in en dan gaan we even lekker een beetje sporten. Ja, je ziet gelukkige families met elkaar hand in hand. Er is tijd voor elkaar, er is minder haast. Doet me een beetje denken aan de 70er jaren. Ja. Dat is ook wat rustiger allemaal. Dat gaat haasten. Gaat dat er vanaf, denk je? Nou ja, dat gaat er vanaf. Dat gaat beter worden, want we worden nu weer teruggeworpen naar de echte values en de hoekstenen van je leven. Hè? Ja. En laten we heel eerlijk zijn, dat is je familie en je gezin en waar je genegenheid en liefde en alles vindt. En ook als we geen cent meer te maken hebben, dan hebben we elkaar nog en we zullen er wel doorkomen. Dus de veerkracht van binnenuit, die zal hoogtij gaan vieren. Daartegenover komt te staan dat wij ook meer tijd zullen gaan doorbrengen binnen dit gegeven. Want laten we geheel eerlijk zijn. Ik sta dan ook vaak voor universiteiten en scholen, waar we al jaren voor pleiten, dat is voor online lessen geven en dergelijke. Nu is het binnen 3 dagen gerealiseerd. Ja, ongelooflijk. Hè? Ja, dat terwijl we er al jaren mee bezig zijn. Ja, bizar. En alles wat niet kan, dat kan nu opeens wel. Ja, en wat ik ook zo erg vind, mooi. Dat is bijvoorbeeld dat je nu door dataverkeer kunnen we erachter komen waar de brandhaarden zitten. En dan zijn er nog steeds van die kokosmacronen die zeggen, joh, mijn dataverkeer, dat geef ik niet vrij, want ik heb de wetbescherming van privacy. Sodemiet erop. We moeten nu de wereld redden en we moeten de mensen voor die vreselijke dood zien te redden. En op het moment dat weer voorbij is, dan gaan we weer de privacyregels erop nahouden. Laten we er nu voor zorgen dat we dat virus verslaan. Ja. En kijk eens eventjes naar dat hele mooie initiatief bij het OVG in Amsterdam. Die coronatest online. Je moest, hoeveel mensen dat hebben ingevuld. Dat mocht allemaal niet, hè? Dat werd tegengehouden. Nu moet er een noodwet voor gemaakt worden, maar nu kan het. En nu weten opeens heel veel Amsterdammers dat ze iets niet hebben. Wat is dat? Dat is toch geweldig dat dat nu opeens kan? Ja, nou ja, absoluut. Ik zie dat zeg maar de welstand- en welvaartnormering, die wordt zometeen heel anders. Die wordt geherdefinieerd en daar worden we zeker niet slechter van. Want laten we wel eerlijk zijn. Ja, nee, dat vind ik interessant. Jij zegt dat, hè, die herdefiniëring zeg maar, van gelden. En het klinkt een beetje socialistisch, communistisch. Maar hoe kijken superrijken daarna? Ik bedoel, hoe kijkt zo'n Jeff Bezos daarna van Amazon? Die heeft 100 miljard of zoiets.
Nou ja, ik... Heb je hem die vraag al gesteld? Nee, daar hebben we het nog... Ik doe andere dingen voor hem in dat geheel, maar daar ga ik niet over. Nee, maar ik kan hem die vraag bij de eerstvolgende conference call kan ik hem zeker stellen. Maar wat wel leuk is, is dat zij ook niet in een paaszij wonen op dit moment. En ze zien ook wat er aan de wereld aan de hand is. Dus zij gaan nu gelden vrijmaken om ervoor te zorgen dat het leven in de toekomst een stuk verbeterd gaat worden. En ik geloof dat hij net in Seattle 10 miljard heeft vrijgemaakt voor een aanval op het virus daarin. En hij heeft 100 miljard heeft hij vrijgemaakt. Dat doet hij al overigens voor Blue Moon. Hè, dus de reizen naar, 100 naar de galactie. Miljard. Sorry. En, maar hij doet het ook... 100 miljoen neem ik aan, toch? 100 miljoen. 100 miljoen. Oh, oké, okay. Ik verstond 100 miljard. Ik denk dat nee, 100 miljoen. Ja. Vrijgemaakt om de aanval op het virus te doen. En zoals je weet doet Bill Gates dat ook al jaren. Ja. En ik heb Buffett, die zat ook in de call over iets. En die zei ook dat hij met zijn team... zijn cashgelden gaat vrijmaken om versneld nu de aanval op het virus te openen. Dus de superrijken van deze aarde die gaan zeker wel wat doen. Zeker. Maar je blijft altijd mensen hebben die de dans ontspringen. En die in een hoekje zitten. En wie zijn dat dan? Noem eens. Ja, ik heb in 2000 heb ik mijn eigen leven geherdefinieerd. Ja. Toen heb ik besloten dat ik alleen maar leuke projecten doe voor leuke mensen. Als je in een auto zit, heb ik lol en dan doe ik alles voor je. Ben je een goed doel, doe ik het voor niks. Ben je een commercieel doel, dan laat ik me heen honoreren. En zodra er een U tussen de twee L'en staat, doe ik helemaal niks. Ja, precies. Ik heb al te lang voor lullen moeten werken in mijn leven. Dus ik zie die slechte mensen niet. En ik wil ze ook niet zien. Heel goed, 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 mooi. Hey, we zijn een beetje het einde benaderd. Heb jij nog een mooie levenstip, motto van René Boender voor zeg maar, de jonge ondernemers, de jonge managers die toch nog een beetje in verwarring zijn van deze crisis? Wat is jouw ultimate tip? Wat ik altijd zeg tegen iedereen als ik hem afsluit, it's not get, get, get. Het is give, give, give. En dan krijg je heel veel terug. Oké. Okay. It's not get, get, get. It's give, give, give. Ja, als je wil vermenigvuldigen, moet je kunnen delen, toch? Zo is het. En het gaat over de nieuwe ROI, de return on involvement. Maar daar heb je wel ideeën voor nodig. Dus de derde ROI is de return on ID's. Ga nou achter je laptopje zitten en ga denken hoe jij het opnieuw zou kunnen uitvinden. Ja. En als je dat hebt, heb je namelijk ook het succes van de toekomst. En dan wilde ik afsluiten met dat billboard wat ik in Amsterdam zag staan. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk thuis en bewonder. Helemaal goed. Dat hebben we nodig. En hij heeft ook ooit gezegd, we zullen doorgaan. Ja, en daar heeft Van Duintoen van gemaakt als water uit de kraan. Nou, ik vind het een mooi moment om eventjes af te sluiten, René. Mag ik jou bedanken voor deze inspirerende call? Heel graag gedaan. En als je me nodig hebt, weet je me altijd te vinden. Dankjewel. Bedankt. Ga je goed. Fijne dag. Groet aan de familie. Bye. Dankjewel. Bye.